Wethouder Smee is hartstikke fijn uh, dat je even tijd voor ons vrije hebt kunnen maken in deze drukke tijd, De verkiezingen komen eraan. Ja. Dat is ook een van de redenen uh, waarom we hier zitten. Want je hebt eigenlijk al aangegeven dat je in maar terug zult komen als uh, wethouder. Je ja, staat ja. wel op, uh, als lijsttrekker op de lijst van Democraten Zwalmen. Zo, dus Geer, even met terug, gewoon vier jaar terug in de tijd. Je zit als uh, wethouder uit Zwalmen hier naar bung gekomen. Kijk eens een beetje aangeven wie de overgang is. Gegoen. is dat een geleidelijk proces, waar dat een geleidelijke stap voor, of had je toch het gevoel dat ik werd in het diepe gegooid? Nou ja, goed, in het diepe gegooid natuurlijk niet helemaal, omdat uh, uh, ik uh, en zwamen al 13 jaar uh, wethouder geweest word. Um, maar overigens, het is niet vier jaar geleden, het is drie jaar geleden, hè? vanaf 1 januari 2007 uh, zijn de gemeente zwamen naar een munt bij elkaar gevoegd. En vanaf dat moment uh, is er een nieuwe gemeente Roermond ontstangen. En ben ik, tot mijn grote verbazing overigens, toch nog gevraagd om uh, deel te nemen aan het college als wethouder. Ik had er eerlijk gezegd eigenlijk niet op gerekend. Ik had al min of meer afscheid genomen van, uh, uh, van het wethouderschap. Maar uh, ja, tot mijn grote verbazing nogmaals mocht, uh, zijn de democraten gevraagd om uh, deel te nemen aan het nieuwe college. En, maar ik loog toen net in het ziekenhuis, ik was toen net gedoneerd in november, dus dat was een paar ja. weken geleden, of een paar weken voordat ik wethouder zou zijn. En ja, nou goed, na ampele overwegingen en toch even goed doorgesproken in de, in de privésfeer, zal ik maar zeggen. Ja. Want ja, goed, de gezinssituatie moet het toch toelaten. Ja. Heb ik gezegd van oké, okay, ik doe dat, maar voor 50 procent. Dus ik ben voor aspartame, ben ik dan ook ja. begonnen. Uh, uh, dat waren eigenlijk twee misrekeningen, moet ik zeggen. Op de eerste plaats, uh, wie mijn nefroloog te horen kreeg, die dicht na zes weken weer behoorlijk te werken om mijn nierdonatie. Dat was not the news, moet ik zeggen, want hij zei: op die leeftijd heeft iets tijd tot drie kwart jaar of uur. Eh, nemen van rust en, uh, en te herstellen. En die heb ik dus niet genomen en ik heb dat uh, teruggebracht na zes weken, dus dat was veel te vroeg. En een uh, parttimebaan in uh, in een stad als Romein met zoveel ambitie, ja, ja dat is wel niet mogelijk. Hè. Ik maak ook 40, 50 uur in de week. Ja. Overigens de 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 fulltimers die maken dat wel in zoveel ja. Die maken dat ook wel 60 tot 80. Uh, dus, uh, dus ik ben eigenlijk, uh, eigenlijk ja, wat, uh, wat te enthousiast begonnen moet ik zeggen. Ja. Maar goed, uh, gelukkig is het allemaal goed gegaan hè. Uh, en heb ik toch uh, ze hebben mij ook hier moet ik zeggen. ...de gelegenheid gegeven om rustig in te werken. Ik heb van alle kanten nog ambtelijk alle steun gekregen. En ook van mijn collega-wethouders. Die hebben me ook een beetje moeten weengaan in het begin. En, ja. en, en me wat ondersteund. Dus wat dat betreft heb ik gelukkig... Uh, ja, ...me geleidelijk kunnen inwerken. Wat waren nu die grootste verschillen als je dan kijkt naar de politiek in Zwame... ...en naar de thema's die hier in Remung spelen? In feite... Uh, moest in een kleine gemeente zo ongeveer hetzelfde doen als in een grote gemeente. Uh, alleen de impact hè, van uh, uh, van het thema's is natuurlijk veel, en veel groter. En uh, uh, ja, dat maakt natuurlijk zo'n baan ook veel zwaarder, veel hectischer. En uh, Remunje had ook een regiofunctie, uh, dus dat betekent dat er ook veel meer verwacht werd van, uh, uh, van een wethouder in Remunje... als in een wat rustig dorpje ja, zwemmen, zal ik maar zeggen, dat is het allemaal goed te mm. Dus eh, ja, wat dat betreft, ja, zit er hier ook veel meer druk achter Er Wordt er veel meer verwacht. Mm. Ja. Heb je dat wel als een, als een persoonlijke uitdaging ervaren? Als uh, toch ook een logische stap in je eigen wethouderschap, zeg maar? Ja, nou, een, 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 een uitdaging is het natuurlijk euh, altijd wel. Want euh, ja, dus tijdens. Euh, de kop boven het maaiveld uit. de wedstrijden in de schijnwerperstijzen en eerdere fout die wordt genadeloos afgestraft. En, en fors gemeten. er wordt onmiddellijk de loep op gelacht. ja Dat maakt het allemaal wat, wat gevoeliger en, 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 en wat zwaarder zal ik maar zeggen. Maar op zich, ja, goed, ook doorwens aan, er is ook wat, wat meer eeld op de ziel. En, ja, dat dat krijgt je dan in de loop van het tijd ook wel weer gemakkelijker af. En, ik ben wat dat betreft ook een hele grote relativist, dus ik kan wat dat betreft ook alles op zijn plaats zetten ja, ja. en op zijn waarde schatten. Ja. De Democratische zo echt een typisch Walmers partij. Wie heeft die zich ten staande gehouden, die partij op zich binnen de, de hele Remunse context? Nou, ik moet zeggen, ja goed, we zijn die, van de 31 zetels zijn we met drie zetels binnengekomen. Dat was verrassend, maar natuurlijk, we waren er heel dankbaar voor dat de Zwalemar bevolking zo massaal was gestemd. Ik hoop overigens dat ze dat nu de komende verkiezingen weer doen. En dat we weer toch weer een stempel kunnen drukken in de rood van, van Remun. Maar ja, wat ik ervan begrepen heb, en ook van de burgemeester, die regelmatig gezegd Nou, wij zijn blij met de Zwallemer raadsleden. Je toch een wat andere cultuur, zeg maar binnen de Roemondse raad, die kennelijk voordien toch tamelijk hectisch was en, en ja, nogal wat tegenstellingen. En de raadsleden van Zwalmen ja, waren toch, hadden toch een wat salvende invloed, zal ik maar zeggen, op, op de, de sfeer in de raad. Omdat het met name de Zwalmenaren altijd heeft gegaan, en dat was, in, dat was eigenlijk ook een gegeven in de rood van Zwalmen al, dat het gaat om de zaak, het gaat nooit om personen. En uh, dat is wel heel plezierig. En over de zaak mogen ze natuurlijk uh, met elkaar uh, van mening verschillen. Dat moet ook, dat is goed voor debat. het debat. Dat wil het debat ook scherp. Maar dan moet het dan ook bij blijven. Uh, en, nou, en dat is kennelijk in, uh, door die zwal de Zwalmendse raadsleden, onder andere door de drie uh, Democraten, uh, Zwallemenaren, en is dat, uh, ja, dat uh, goed, goed gepakt, heb ik begrepen. Ja. Dus ja, de Democraten Zwaluw hebben het wat, wat de algemene mening betreft heel goed gedaan. Ja, vind ik ook dat zwamen op zich uh, genoeg aandacht heeft gekregen. Nou, ik mocht zeggen dat uiteindelijk uh, de samenvoeging Zwaluw en gent heeft gelag. Uh, Kijk ik alleen al naar de brede maatschappelijke voorziening uh, die in uh, Martin giezenplan uh, die uh, die daar is gerealiseerd en nu geopend is en in gebruik is genomen. <tent> Um, als gemeente Zwalleme hadden we dat op die manier nooit kunnen realiseren. Hè. We hadden het wel ingepland en het, wa het was er al gekomen. Hè. Maar Roemond kostte 2 miljoen extra bij En er hoefde, hoefde geen extra uh, woningbouw uh, uh, bij uh, uh, gedaan te worden. Want wij hadden dat nodig als kostendrager om het hele project te realiseren. Ja, ja. Nou, nu zit er een, 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 een prachtige brede maatschappelijke voorziening met vuil uh, groen er in je eh, nou, dat is eh, bijvoorbeeld al een, een, een forse winst. Maar ook, eh, ook het zwembad, dat blijft gewoon geopend. We hebben een bibliotheek mogen behouden. We hebben een loket. Eh, dus dat zijn toch allemaal zegeningen ja, die we als eh, gemeente Zwalmen natuurlijk ook wel gedeeltelijk behouden hadden kunnen hebben, mm -hmm. maar toch in mindere mate. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft vind ik dat het eh, ja, schendendheidgelagende het het tijd best wel goed uitgepakt. Ik begreep ook wel dat er vuil nog met name, ja, toch nog wel wat zwalmenaren zijn die nog wat sceptisch zijn ten opzichte van de samenvoegingen. Maar uiteindelijk zwamen, blieft toch zwamen. het verenigingsleven, blieft een vereind. Ja, ja. Een vereind. Kijk, uiteindelijk is het gewoon, ja, op papier behuren we tot hoe mond. Maar het, 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 het daadwerkelijke maatschappelijke leven, hè, het leven van alle dag, is gewoon wie het geweest wordt. En wie het geweest is. Mm. En ik hoop dat het ook zo zal blijven, natuurlijk. Ja. Nu doen Democraten Zwalmen het uh, ook weer opnieuw mee aan deze verkiezingen. Er uh, is volgens zich dus toch voldoende draagvlak om, om die Zwalmerpartij wel nog. Uh... Ja, goed. Uh, het is allemaal nog niet af. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, er, uh, dat Zwalmenaren uh, zich in de raad blijven ijveren voor de belangen van Zwalmen. Overigens, dat moet ik er toch wel bij zeggen. Het is niet zo dat wij zeg maar een one-issue-partij zijn, helemaal niet. Het is niet zo dat wij ons alleen maar beperken tot de problematiek van Zwalmen. Het feit alleen al dat ik als wethouder in het college zit, betekent dat ik me bemoei met de totale stad. Hoe Zwolle een wijk van is. Ik heb bijvoorbeeld de arbeidsmarkt in de portefeuille en sociale zaken. Nou ja goed, die betreffen natuurlijk de hele stad. Mm -hmm. en, uh, en, en zeg maar de issues zoals veiligheid en, uh, en leefbaarheid in alle wijken, niet alleen in Zwalm, maar in alle wijken, uh, werken aan werk. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen waar ja, uh, uh, de Democraten zich natuurlijk ook heel sterk met bemoeien. Yeah. Uh, dus het is wat dat betreft natuurlijk een, een gedeelde aandacht. Maar natuurlijk toch met een bijzondere aandacht voor uh, de wijk Zwalmen, assel en Boekel, zal ik maar zeggen.